Ik ben Gerda Arissen en vrijwilliger bij het Wereld Natuurfonds. En voor het Wereld Natuurfonds, daarom zijn we vanmorgen hier. We gaan een clean-up actie houden, dat we weten dat er heel veel vuil, rommel, wat op de straten terechtkomt, ook terechtkomt in rivieren, op die manier naar de oceaan gaan. Van al dat plastic en rommel wat erin komt, dat wordt door vissen gegeten of wordt gezien als voedsel. Vogels zien het als voedsel. En het maakt voor ons natuurlijk de leefomgeving ook niet prettiger als we overal rommel zien. We komen wat vrijwilligers, de vrijwilligers van het Wereld Natuurfonds natuurlijk, maar ook vrijwilligers die via de media gekomen zijn. Nou, we hopen er een gezellige dag van te maken. Ja, het wordt vast een succes. Hey, 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 hey. Wat is er aan de hand?